Nou, nu het is tijd om in het echt uit te proberen wat we hebben gedaan. Dus mensen die dan een echte Arduino-boordje hebben. We gaan nu een test maken met alles wat we hebben ontwikkeld in Tinkercad nu. Ja? Om met Arduino te kunnen werken, eerst ga je naar arduino.cc. En dan als je klikt op software en klik je op downloads, ja? Dan kan je hier downloaden. Voor je computer de Arduino software, ja? En als je dat hebt gedaan, dan kun je opstarten. Dan dit is de opstartscherm. En hier zie je een lege code waar staat alleen, ik ga een beetje inzoomen, setup, put your code here en de loop. En staat er niks bij, ja? En wat heel leuk is, we gaan simpelweg naar onze Tinkercad. En we selecteren alles, Ctrl-C. En we gaan naar de Arduino-programma en gaan we daar gewoon alles Ctrl-V inplakken. Ja? Dus hier is de hele code wat hoorde bij die multifunctionele sensor bediening test. Opstelling, ja. Nou, dan gaan we naar de Arduino programma. Dus hier kan je je code schrijven. En de Arduino moet je aansluiten door middel van inpluggen met een USB-kabeltje. Dat gaan we hier dan doen. En dan plug je in je computer. En dan hoor je opeens dat er is iets gevonden. En dan zie je ook je wat leuke lichtjes branden. Ja. Oké, en wat we nu moeten doen is eerst controleren. Ga je naar Tools of dat je op de goede poort bent. Dit is een beetje vreemd. Ik snap niet waarom het zo is dat je moet altijd aangeven. Maar als je hier eens klikt, dan soms staat het niet aangevinkt. Nu is het op COM 3, maar de ene poort die daar staat, dat moet je aanvinken en vanaf dit punt kan je uploaden. Ja? Je kan uitkiezen in je board, je kan dat je andere type boards gebruikt. Hier heb je een hele rij wat standaard beschikbaar is. En moet Arduino Genuio, dat is de Amerikaanse naam voor Arduino Uno, moet staan. Ja? Met deze type board. Hier kan je klikken op Get Board Info en dan krijg je hierin heel klein inderdaad ook de informatie over. Dus dit is verbinding met de board in ieder geval. Ja? En de andere dingen hier, programmer, bootloader, dat soort dingen, daar moet je niet aankomen. Ja? Nou, dan laten we verder gaan en de programma uploaden. Ja? Dus normaal klik je op Upload, dat is dit knopje hier, de tweede, op, daarboven, een beetje inzoomen, daar is uploaden, ja. Als je daarop klikt, oh, moet eerst opgeslagen worden, dit wordt dan sensor test 1, ja, oké. Kijk, een paar foutmeldingen voor dingen die ik verkeerd heb gedaan in het verleden. Dat is niet handig voor jullie. Oké. En dan hier zegt hij done uploading. Ja, en daar zie je ook hoeveel je hebt gebruikt. 10% van de geheugen. Ja, is wel een beetje limiet van hoe lang het programma kan zijn op deze Arduino. Ja, nu is het geüpload. Ja. En als je klikt nu de serial monitor open die we hebben gebruikt. Dat kan je openen hier rechtsboven, daar zie je daar, dat dingetje. Klik op serial monitor. Dan zien we hier de sensor value lopen en de leading value. En dat is allemaal in grote chaos. Ja, wat belangrijk, hier moet altijd new line staan: 9600 baud. En dat is wel heel belangrijk, want hier kan je andere snelheid instellen voor de communicatie. En dan krijg je heel rare dingen. Of niks. Oh, dit. Zie je? Oké. Nu is het goed. Of als new line in zit, dan no line ending. Dat gaat hij alles in één rij
zetten. Dat doet hij nu niet. Nou, het moet in ieder geval op new line zijn. Ja, ik kan het hier op autoscroll stop zetten. En zie je dat ik krijg helemaal chaotische waardes. En dat komt precies door wat ik zei. Dat hier hebben we nog geen sensoren aangesloten. En er heb je zo'n soort van hangende spanning op die inputs. Ja, dat was A1, de analoog 1 input. Die we hebben gebruikt voor de analoog, voor de potmeter. En dan zie je dat ik heb daar een beetje hangende spanning. En als ik druk daar een draadje in, dan ga ik het naar de ground pull-down doen. Dan zie je daarachter de waardes. Hop, die gaan we ook vergroten. Volgens mij kan ik het veel groter maken. Ja, zo. Ja, dan zie je dat ik heb heel mooie waardes van 0. Ja, als ik weghaal, dan heb je de zooi wat die opvangt uit de omgeving. En als ik zet bijvoorbeeld op de 5 volt, ja, dan staat er 255 de din value en 1023 de maximum. En ik zet bijvoorbeeld op 3,3 volt. Je hebt ook zo'n pinnetje hier. Oh, je ziet niet wat ik heb gedaan. Ik heb hier de 5 volt afgetipt. Dit is de ground van de sensor input. En dit is 3,3 volt. Dan moet iets daartussen zijn, ja. Dan de sensor value 669 en de LED dim value 167. Nou, goed. Wat we eerst gaan doen hier is verder gaan met de board. We moeten niet zoveel doen op het scherm. Ja? Nou, hier is ons boardje. Ja? En we gaan kijken wat we hadden in de pakket. In de pakket hadden we bijvoorbeeld LED'jes. Dit gaan we nu gebruiken. En een weerstandje. En we hadden ook een snelheidssensor. En dit is een sensor, eigenlijk dit heet snelheidssensor, maar in praktijk dit is een optische sensor. Die wordt heel vaak gebruikt om een eindpunt of een positie te bepalen of iets te meten. Als ik iets ertussen zet, dan krijg je een signaal en als ik het weghaal, dan niet. En dat is net als een schakelaartje gaat aan en uit. Ja? Nou, in de eerste opstelling. Nou, hoe ga je dit soort dingen verbinden? Je kan het aan elkaar solderen. Of we hadden ook nog in het pakketje een breadboard. En wat is een breadboard? Is een breadboard is een board waar je bepaalde punten waar de componenten kan inprikken. Ja? En in die richting zijn elke rij met elkaar verbonden. En daartussen heb je een rail van plus hier. En een rail van min daar. Als ik hier plus en min opzet, dan kan ik overal meerdere plusjes, minnetjes hebben, ja? En de andere kant is hetzelfde gespiegeld. Dus dat is alleen om meer ruimte te hebben als de ene kant al vol is, ja? Nou, dan, ik ga hier ergens mijn weerstand inprikken, want dit wil ik verbinden en wil ik niet solderen. En de weerstand heeft een langere en een kortere kant. Het is heel makkelijk om te onthouden, want de langere is de plus en de kortere is de min, ja? En de plus is waar de pinnetje moet komen wat die we aansturen. Dus zetten we nu hier in. Zo. En dan komt de min. En door de weerstand heen hier. En dan kan ik aftappen. Op twee plekken. De signaal bijvoorbeeld. Ik had hier een groen. Dit is een groene led. En dit wordt de pluskant van de groene led. Ja. Dat ga ik nu inprikken bij pin 13. Ja. En dan zoeken we nog een min draadje. Dat is dan hier. En dan gaan we hier de min. Kan je elke pakken vanaf hier. Dit zijn allemaal hetzelfde. Ja. En dan prik ik op de ground. Ja. En daarmee heb ik eigenlijk, gaan we terug naar Tinkercad, ja. Dus de eerste led heb ik aangesloten. Waar is mijn muiswijzer? Ja, op dezelfde manier zoals je dat daar ziet, ja. Oké, komen we terug hier naartoe. Ja, dan maken we een testje. En dat betekent dat in principe hebben we de schakelaar aangesloten op pin 12. Dus als ik pak hier de 5 volt spanning. En ik ga een 5 volt signaal sturen op pin 12. Als de schakelaar aan zou gaan. Dan zou de lamp aan moeten gaan.
of uit? Waarom gebeurt er niets? Dat is een goede raadsel. Of was het pin 11? Gaan we even kijken. Nee, de schakelaar was aangesloten op pin 12. Dan hebben we hier iets verkeerd gedaan. De min is de langer, korter. Ja, de ledje was omgekeerd aangesloten. Dat was het probleem. Ja. Oké, okay. Oh, dat was niet in beeld. Oké, okay, dus zijn we hier aan het verder gaan. Nog een keer de polariteit checken. Dus de plus, de langere moet richting die input-output zijn. En de kortere in min gaat door de ground. Ja, dus die gaat naar 13 en zo. Oké. Okay. Dus volgens onze programma is het zo geprogrammeerd board dat als je een signaal krijgt door de schakelaar op pin 12, dus 5 volt, dan gaat het lichtje aan. Gaan we het meteen proberen. We gaan een losse draadje pakken, zetten we een pin 5. En dan zetten we een signaal op pin 12. Hop, de lampje gaat aan. Maar wat je ook ziet hier eigenlijk, dat ik zei dat nu is de 5 volt daar blijven hangen. We hebben geen pull-down weerstand, resistor, dus daar moeten we op ground zetten, zodat die uitgaat, ja? Nu hebben we de spanning weggehaald en nu zie je, er is een beetje losse spanning op de pootje, rare dingen gebeuren. Dus daar moet je mee altijd oppassen, ja? Nou, dan houden we dit even op de ground, want nu gaan hier anders rare dingen gebeuren, of zetten we juist aan. Of 5 volt. Nou, daartussen is het precies zo'n storing door alles in het lucht, wat er niet hoort te zijn, ja? Nou, maar wat we eigenlijk willen doen is dat we gaan deze module gebruiken als schakelaartje. En dit is een opto-gate, heet het ook, zoals de snelheidsmodule, zoals ik het eerder zei. En als je kijkt, hier heb je een zendertje, een infrarood led de ene kant en de andere kant een infrarood ontvanger. En als een obstakel daartussen komt, dan gaat het een signaal uitkomen, ja? En dit heeft een analoge input. Dit gaat ook de signaalsterkte meren. Dus hoe sterk is het licht wat het sensortje oppakt? Je hebt een digitale output. Dat is de tweede. Dat is wat we nu gaan gebruiken. En die moet een voltage input en een ground input hebben. Dus een plus een minnetje, ja? Nou, WCC is altijd de plus. En dit is een 5 volt sensor. Nu is het een beetje onscherp geworden. Ja, dit is een 5 volt sensor. Dus plukken we de plus in de 5 volt. En de min in de ground. We hebben hier nog een zwart in de ground. Yep. En dan dit gaat de ground in. Ja. En we moeten een sensor output. Moet naar de digitale 0. Dat is wat we gaan gebruiken. Yep. En dan gaat het weer fietsen, want dan moeten we in de 12 aansluiten. Ik pak een oranje, dat is een heel mooie kleur voor dit sensor. Digitaal 0. En plug ik het in input 12. Ja, klopt het? Ja. En vanaf nu kun je zien, dit werkt als een schakelaartje. Daar zit je ook een ledlampje. Als ik iets in obstakel daartussen inzet, dan stuurt hij een positieve signaal uit door de oranje kabel naar nummer 12, ja? Dus dit vervangt eigenlijk dit module, is aangesloten nu als we vergelijken met de oorspronkelijke ontwerp is de module hier aangesloten in plaats van die schakelaar, ja? Nou, wat kunnen we nog hiermee testen? Nou, wat onze minpuntje was nog van onze ontwerp is nu dat we hebben geen potmeter bijvoorbeeld. En ik heb niet zoveel LED-lampjes nog meer. We kunnen wel gebruiken hier die analoog output van deze sensor, die we nu nog daar hebben. En hiervoor gebruik ik nu een bruine draadje. En dit ga ik aansluiten in plaats van de analoog input, dus in plaats van de potmeter,
En dan afhankelijk van hoeveel licht hier komt, dit gaat zich gedragen precies zoals de potmeter. Gaan we in analoog pin 2 aansluiten, ja. En dan gaan we nu kijken naar onze serial monitor. Hup. En je ziet nu, hup, daar naartoe. Even inzoomen, ja. Even dichterbij. Dat we komen daar, krijgen daar een value van 221, 22 ongeveer. En value 5. Wat je ziet eigenlijk, dat ik kan hier, heb ik, om het licht te veranderen, heb ik hier op een papiertje gepakt. En met de grafiet een kleurovergang opgecreëerd. Ik weet niet of dat het een beetje zichtbaar is, of dat er veel backlight. Ja, kijk zo. Zie je? En als ik dit daartussen doe, dan gaat er meer of minder licht van de ene kant naar de andere, want het is nog een beetje transparant wit. En als we gaan kijken naar de waardes op het scherm, ja, dan zie je dat dit werkt net als een potmeter, een sensor. Dan heb je hoger waarde, lager waardes, ja. Afhankelijk van hoeveel licht op de sensor komt. Ja? Nou, laten we dat dan zichtbaar maken op de printplaat. Of de printplaat op de schakeling. En dat betekent dat we hadden eigenlijk op pin 3 een VPN output. Dus een dimbare LED was hier aangesloten. Als ik dit inzet, dan wordt nu opeens de dimbare LED die we hebben gemaakt in Tinkercad. En die is verbonden aan die waarde. Dus als ik aan de potmeter zou draaien, of deze keer gewoon het licht van de sensor zou manipuleren, dan zou de helderheid van de lamp ook moeten veranderen. Ja? En je ziet meteen dat als ik het papiertje tussen zet, dan wordt het meer. En hoe verder ik ga, wordt feller en donkerder. Feller en donkerder. Ja? En de waarde wat ik lees op het scherm gaat van 50 tot 200 hier tussen. Ja? Dus dit is ook een leuke spelletje. En we kunnen sterker nog, we kunnen ook nog uitproberen de andere, de derde LED-lichtje. Dus als ik aansluit mijn LED-lichtje nu op pin 11. Dit was de ene die op een bepaalde lichtsterkte ging aan uitschakelen. En de andere lichtsterkte uitschakelen die LED-licht. Dus dat was die volgende, en dat was pin 11. Ja, dat was weer een output. En nu staat het lampje aan. En dan zien we dat het opeens donker wordt. Zie je, hier wordt het donker. Ik moet de papier zo ver terugtrekken. Opeens gaat hij daar dicht. Donker. Licht. Ja? Dus je hebt een helderheid voor uit en een andere helderheid voor in. Ja? Nou, dit is dan heel aardig. En we hadden ook nog in een van de eerste voorbeelden iets wanneer wij zeiden, nou, wat als je niet zo'n lichte lampje wil controleren. Hiermee zou je controleren heel veel soorten motoren. En daarvoor kan je zo'n controleprintplaat kopen. Dat is een heel handige iets. Maar als je iets simpeler wil doen, wie niet heen en weer moet draaien en dat soort dingen, dan kan je gewoon met een soort van relay-module zwaardere load aan en uitzetten. Ja? Iets zwaarder dan een LED-lichtje. Nou, gaan we even dit ook kijken. Dan zetten we dit opzij nu. En kijken wat we hiervoor nodig hebben. Ja, dit gaan we aansluiten in plaats van de LED. Ja, als je kijkt, hier heb je weer een
voltage in, yeah, there, and ground, voltage in, and for elke ledje een input, ja? Dus hier kan je de output wat je hebt gecreëerd op je Arduino aansluiten. Dus in ons geval, als ik pak hier, eerst moeten we een spanning opzetten, hè? Nou, hier komt de eerste minpunt, dan dat we hebben hier maar 1 plus volt output. En ik heb ook plus 5 volt nodig voor mijn sensortje. Dus het liefst kan ik dan weer mijn breadboard pakken. En ik pak de plus van de sensor en zet ik... Oh nee, dit is niet zo goed zo. Moeten we plus en de min... Plus en de min van de sensor loskoppelen. Ja, dit is de plus en de min van de sensor. En we gaan hier een andere plusmin creëren. Hier is onze ground. Dat we hebben onbeperkt veel, bijna onbeperkt veel plus en minnetjes vanaf dat punt. En hier pakken we de 5 volt. Zijn we aansluiten op de breadboard. Dan hebben we hier genoeg 5 volt aansluitingen. En dan heb ik hier wat ik uit de Arduino heb getrokken. Die kabels van die sensor. Die krijg ik dan hier één keer een plus min van. En de lampjes gaan aan. Dus dit is dan super goed. Die werkt ook. Heel mooi. En dan, nu hebben we 2 kabeltjes nodig voor onze relayboard. En die krijg ik dan hier zijn plus. WCC is altijd de plus ook. Waar vandaan, dat maakt niet zoveel uit. En we hebben nog een minnetje nodig. En dan hebben we weer een geschikte kabeltje voor nodig. Dat heb ik ook hier. Dit is de min. Yep. En dit zetten we in de min. Ja. En dan de signaalkabel. Wat voor signaalkabel heb ik hier bij de hand? Hier is een blauwe. Nou, de relay is in blauw. Dus ga ik de eerste relay aansluiten in plaats van de ledlichtje. Dat is hier. En die gooi je meteen schakelen. Ja, ik heb nu helemaal niets hier, maar je ziet dat het ging schakelen. En als ik hier iets... Hop, een beetje dichterbij zit. Ja. Als ik nu iets daartussen zet, dan zie je... De eerste led schakelen, eerste relay schakelen, ja. En dan pak ik hier een bruine kabeltje. Dan pak ik de tweede relay. En dit ga ik aansluiten nu op pin... Welke was het ook alweer? Pin 11. En dat was niet de dimmer, maar de nachtlamp. En dan zie je dat de ene gaat aan, uit, aan, uit. En de andere, afhankelijk van hoeveel het is, bij de ene aan, uit. Ja? Dus dit was wanneer een verschillende lichtsterkte gaat aan en uit. Nou, dus hier kunnen we beide versies testen. Ja? Wat we niet gaan doen, is om op de PWM... Dus we gaan niet de leddimmer aansluiten, want dat is niet een goede spanning. En dat hoort niet een PWM-signaal op een relay komen, ja? Nou, de relaytjes, hoe werken de relaytjes? Als je hiernaar kijkt, dan heb je hier 3 schroefterminalen. En in de ene stand wordt hier verbonden en hier is het onderbroken. En bij de andere stand is het omgekeerd. Dus je kan kiezen of je het iets aan of uit wil zetten. En dan heb je hier, kan je eigenlijk 4 dingen mee controleren. Het is heel belangrijk voor iedereen.
Gaan we niet spelen op hier 230 watt apparaten aan te sluiten, want in die vorm is het levensgevaarlijk en jullie hebben ook geen opleiding voor gevolgd en geen cursus hoe je moet omgaan en alle zoldeerputten zitten hier los, dus als je hier 230 volt aansluit, dan hier allemaal heb je 230 volt bloot, ja? We willen niet niemand dat iemand geëlektrocuteerd wordt. Ja, dus hier kan je het best 12 tot 24 volt motortjes aansluiten of een sterkere ledlicht van 12 volt en zo verder, ja? En dan kan je met je Arduino besturen, ja?